Deze video gaat over rekenen met grote getallen. In deze video ga ik laten zien hoe je kunt rekenen met grote getallen en ik ga het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier naast me staan. In 2022 had de marathon van Amsterdam 18.000 deelnemers. En bij A staat, de afstand van een marathon is 42.195 meter. En de vraag is, hoeveel meter hebben de deelnemers in totaal afgelegd? Schrijf je antwoord met het woord miljoen. Rond af op 1 decimaal. Dus we weten het totaal aantal deelnemers. En we weten, een marathon is 42.195 meter. En met behulp van die informatie moeten we berekenen hoeveel meter die deelnemers in totaal hebben afgelegd. En daarbij moeten we ons antwoord geven met het woordje miljoen. En afronden op 1 decimaal. Hoe kun je dat doen? Nou, we beginnen even met de totale afstand. We weten. 1 marathon is 42.195 meter. Er zijn in totaal 18.000 deelnemers. Dus eigenlijk wordt 18.000 keer die marathon gelopen. Dus eigenlijk hebben we 18.000 keer deze afstand. Nou, dan weet je al wat je moet doen. Ik zei eigenlijk al letterlijk de berekening. Want je doet dan dus 18.000 keer 42.195. En dat gaan we als eerste even berekenen. Dus dan noteer ik, we doen het volgende. We doen dus die 18.000. Keer 42.195. Nou, we gaan eerst even dit uitrekenen. Dat mag gewoon met de rekenmachine. En als je dat doet, dan kom je uit op het volgende. Dit is gelijk aan 759 510000. Nou, we hebben dit uitgerekend. Daaruit komt dit. Dat is de totale afstand. Die is in meter. Dus zet even neer. Dit is de afstand in meter. En nu weten we de totale afstand. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Wat in de opdracht staat, we moeten ons antwoord schrijven met het woordje miljoen en daarbij afronden op 1 decimaal. Dan nou, eerst gaan we even kijken hoe het zit met de miljoenen. En je moet dan weten, een miljoen is een 1 met 6 nullen. En we gaan nu eerst even een comma neerzetten in dit getal om eigenlijk aan te geven hoeveel miljoen we hier hebben. Nou normaal gesproken staat de comma aan het einde. Dus normaal gesproken staat de comma hier. Maar ik zei net al even. Een miljoen heeft zes nullen. Dus als je dit wil schrijven met het woordje miljoen, dan moet de comma zes plekjes naar links. Dat gaan we gewoon even tellen. Dus dan doe je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan komt de comma op deze plek tussen de 9 en de 5. Je ziet, de comma is nu zes plekjes naar links gegaan. En daardoor heb ik ineens de comma op een plek neergezet waar het miljoen zit. Nu moeten we alleen nog even afronden op één decimaal. En dan kunnen we het antwoord noteren. En dan moet je even kijken, na de komma staat een 5, na die 5 staat een 1, 1 betekent afronden naar beneden, dus die 5 die blijft gewoon een 5. En dan kunnen we het antwoord noteren. We hebben dan dus 759,5 miljoen. Dus dan schrijf je op, het antwoord is dus 759,5 miljoen meter. En dan hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Eerst bereken je de totale afstand. En daarvoor doe je de afstand van 1 marathon keer het aantal deelnemers. En als je dat uitrekent, dan kom je uit op dit. Dan moet je dat schrijven met het woordje miljoen. Dus eerst ga je de komma even verplaatsen. Zodat je weet waar de komma moet staan voor de miljoen. Een miljoen heeft 6 nullen. Hij moet dus 6 plekjes naar links. Dan staat hij hier. En dan moet je afronden op 1 decimaal. Dus dan moet je even kijken. Naar de 5 staat een 1. Dus die 5 blijft gewoon 5. Dan heb je dus 759,5 miljoen en dan heb je het antwoord gevonden. Oké, okay, het laatste voorbeeld: vraag B. We hebben weer hetzelfde aantal deelnemers voor de marathon als bij opgave A, maar nu staat bij B: de deelnemers betaalden bij elkaar 1,89 miljoen euro voor hun startbewijzen. En de vraag is: hoeveel kostte één startbewijs? Dus we weten de 18.000 deelnemers hebben in totaal 1,89 miljoen euro betaald. En met behulp van die informatie moeten we berekenen hoeveel één startbewijs kost. Hoe kun je dat doen? Nou, we willen dus weten wat is de prijs van één startbewijs. Als je 18.000 startbewijzen moet kopen, dan betaal je in totaal 1,89 miljoen euro. En we gaan het dus omrekenen naar één startbewijs. Als je dat wil doen, dan moet je die 1,89 miljoen delen door het totaal aantal deelnemers. Dus die moet je delen door 18.000. Want. 18.000 deelnemers betaalden in totaal dit. Ik wil één deelnemer weten, dus dan ga ik dit delen door 18.000. Dan wil je dus op je rekenmachine doen 1,89 miljoen gedeeld door 18.000. Alleen dan zit je met een probleem, want hier staat het woordje miljoen en het woordje miljoen kun je op de rekenmachine niet intypen. Dus eerst moeten we 1,89 miljoen gaan schrijven zonder het woordje miljoen. En dat is nog best ingewikkeld, dus ik zal even stapje voor stapje uitleggen hoe je dat kunt doen. Eerst ga ik gewoon even dit netjes noteren. Dus ik schrijf even op. We gaan als eerste aan de slag met die 1,89 miljoen. Nou, we gaan het dus schrijven zonder het woordje miljoen. En dan moet je bedenken: een miljoen is een 1 met 6 nullen. Nou, die 1 die staat toevallig ook hier. En achter de comma hebben we twee cijfers, namelijk een 8 en een 9. Dan normaal gesproken heb je een 1 met 6 nullen. Maar omdat je hier al twee cijfers achter de komma hebt, gaan er van die 6 nullen eigenlijk al 2 af. Want twee van die nullen worden vervangen door een 8 en een 9. Dus we hebben dan een 8 en een 9. Dan hebben we nog 4 nullen over. En dan kun je dit schrijven zonder het woordje miljoen. Dan krijg je dus dit. Je hebt dus die 1. Dan heb je die 8 en die 9. En dan heb je nog 4 nullen over. Dus dan heb je dit. Je hebt dus 1 miljoen, 8, 9. En dan nog daarachter de 4 nullen. Dan heb je hem dus geschreven zonder het woordje miljoen. En nu kun je aan de slag met de rekenmachine. En wat ga je dan doen? We hadden al besproken: je gaat dus dat bedrag delen door het totaal aantal deelnemers. Dus je gaat dit delen door 18.000. Dat gaan we even noteren. Dus je doet dan dit. Je doet 1.890.000 gedeeld door 18.000. Nou, dit moet je even uitrekenen met de rekenmachine. Als je dat doet, dan vind je 105, dus dan weet je, dit is gelijk aan 105 euro. Dan weten we, één startbewijs kostte 105 euro en dan hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Je gaat dus deze delen door deze, maar je hebt hier het woordje miljoen staan. En eerst moet je het woord miljoen even omschrijven naar een gewoon getal. En als je dat doet, dan moet je bedenken, een miljoen is een 1 met 6 nullen, maar ik heb al een 8 en een 9... Die komen op de plekken van de eerste twee nullen en er komen er nog vier nullen achter. Dan heb je dus dit getal, die ga je delen door 18.000, dan kom je uit op dit en dan heb je het antwoord gevonden. En op deze manier kun je rekenen met grote getallen. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Malt With Menno.